Dames, heertjes, jongens, meisjes. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Ik kan de intro eigenlijk niet te lang maken, want ik moet er eigenlijk meteen vandoor. Vandaag ga ik filmen What I Eat in a Day. Dus wat ik precies in een dag eet. Het is inmiddels 11:15 en ik heb nog niet ontbeten. De reden daarvoor, ja, ik werd wakker om... Ik werd elke dag wakker om 9 uur. En wat ging ik toen doen? Nou, toen ben ik dus 1:45 bezig. Nou goed, geintje natuurlijk. Nee, ik moest even aan de slag, want ik moet dus allemaal dingen wegbrengen. Nou, daar kom ik allemaal op terug. In ieder geval, wat ik altijd doe elke dag is een beetje kijken of er nog iets ligt. Wat ik naar binnen kan werken. Ik zie hier brood. Dat is wel lekker. Mijn eerste maaltijd van de dag, mensen. Een lekkere boterham met... hagelslag. Hagelslag. Ik ben fan van hagelslag. Abonneer op mijn kanaal. Ik ga een broodje maken en dan straks zien jullie mij lekker. In. Smakelijk eten, hap, hap, hap. Het broodje glijdt lekker naar binnen. Mensen. Slok. Oh, lekker. Het is nu tijd om te gaan. Je kunt het zien. Mijn hele achterbak ligt vol. Ze vragen, Koen, wat ligt daar? Ja, je gelooft het niet. Dit ligt helemaal vol met PlayStation 5. Ja. Ik ga eerst even langs mijn huis in Amsterdam. Even kijken. Binnenkort trouwens weer een nieuwe vette verhuisvlog. Zijn jullie er klaar voor? Daarna ga ik naar het magazijn van Game Koning om daar de PlayStation af te leveren. Want ja, ik heb er hier niet zoveel aan. Want ik heb er natuurlijk al eentje. Maar voordat we gaan, lekker een snack voor in de auto. Schuddebuikjes. Elke dag, mensen, eet ik in de auto even een handje. Oh! Let's go! Mensen, ik ben zojuist bij mijn huis geweest. Het ziet er echt al goed uit. Eén ding, 1 september gaat lastig worden. Dus misschien ben ik een tijdje huisloos. Dakloos heet dat trouwens. Als iemand dus een huis voor mij heeft tussen 1 september en totdat ik in mijn huis kan, graag. Want anders leef ik even op straat. Of in mijn auto, een van de twee kan natuurlijk allebei. Ik heb ondertussen een flinke tech gekregen. Het is middaguur, 1 uur. Dus ik ga even ergens langs rijden. En even wat gewoon lekkers te appen halen. Graag 1 macroket en een normale hamburger. En water graag. Mensen, ik ga nu eens onderweg naar het distributiecentrum van Game Koning. Daar is allemaal PlayStation 5 af te leveren, maar ondertussen even lekker. Ik heb dus een macroket en een hamburger besteld. Die hamburger ga ik nu niet eten, maar onthoud de hamburger alsjeblieft. En natuurlijk een flesje water. Wel spa, vind ik jammer, want spa is eigenlijk niet zuipen. Maar goed, zie je ook ongeveer hoe mijn dag eruit ziet. Ah, dat is warm. Trouwens, mensen, nu ik het toch over Game Koning heb, weet je wat leuks hoor. Je kan nu FIFA pre-orderen bij Game Koning. En als je dat doet, dan krijg je dus 2 tester packs van No Excuse Energy erbij. Nou, ik zou het doen. Dus je betaalt gewoon een normale prijs voor FIFA. Je betaalt niks extra's. Je krijgt alle pre-order bonussen die je gewoon overal krijgt. Maar bij ons krijg je ook nog eens 2 tester personages en erbij. Nou, cool. Ik zou het wel weten. 1 september, mijn huis waarschijnlijk niet af. Helaas. Vloer leggen duurt een tijdje. Dus helaas weet ik daar nog niks over. Ook veel vragen over het dakterras. Ook daar nog geen uitsluitsel over. Spannende tijden. Nou, absoluut hele spannende tijden. Lekker drinken en dan op naar de volgende bestemming. Man. Echt on the road. Trouwens, mensen, ik ga binnenkort een nieuwe auto kopen. Denk ik, zeg het alvast. Echt zin in. Ik denk dat er iets mis is met deze auto, maar ja, weet je. Gewoon tijd voor wat nieuws. Dames en heren, het is 4 uur. Dat kan maar 1 ding betekenen. Witte garnituur en een pils. Welk kleine pils hier? Heb je Rob's story gezien? Nee. Ik zeg voor morgen om 6 uur dan pils. Oké, maar wil jij nu? Nee. Hoeveel wil je nu? We hebben de vorige keer alles erin gehad. Dat was wel vrij veel. Hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is toch van Rob die dingen. Ja, maar dan... zo, ik hoef niet zoveel. Nee, ik ook niet. Ik heb niks. Nee, maar dit is te veel. Maar even deze. Ja, oké. Je gaat echt een pilsie nemen. Ja, een pilsie nemen, ja. Oh, maar voor mij nam je altijd om 4 uur rocket shot. Nee, ja, voor mij niet, hè? Ja, voor mij wel. Oh, wat nam ik dan? Een shotje? Ja, gewoon uit de fles, weet je wel. Heel raar. Fles. Wij vinden het altijd zo vies dat jij dat doet, maar... Slok. Lekker? Lekker. Nou, nu gaan we 7 minuten wachten. Mensen, party time. Oh my lord. Yes. Ik heb ook al een zware dag opgezitten, moet ik zeggen. Mensen, daar zit ik dan. Godsam, het is weer weekend. Het is helemaal geen weekend. Nou, cool. Tot nu toe heb ik gegeten. Een lekker boterham. Ik heb 2 boterhammen in de ochtend. Daarna een lekker buisje, schuddenbuikjes. Toen ben ik aan de Mackie gereden. Niks gekocht. Nou, alleen langs gereden. En nu? Lekker bitter garnituur. Denk je dat ik het opkrijg? Ja. Ja, probeer het. Denk echt dat je het opkrijgt. Hoeveel krijg ik eigenlijk helemaal op uit? 50 euro. Ja? Ja. Ja, succes ermee, jongen. Ik kreeg die halve bak de vorige keer niet eens op. Ja, maar Koen, kun je ook geen 50 euro? Oh ja. Als jij er in een minuut 5 op eet, minuut. Krijg je in een minuut. Dat is echt te simpel. Als jij er in een minuut 10 op eet. Als jij in een minuut 10 op eet. Ik eet er niet in een minuut 10 op. Hoeveel dan wel? Ik ga niet eten. Maar als jij erin... Nee, jij in een minuut 10. En dan? Dan ben je gewoon de goat, weet je wel. Nee. Dan mag je naast de Wally en Steinraven, mag je dan staan. 3, 2, go. En je hebt 10 seconden voorbij. 20 seconden voorbij, je hebt 1 kipcorn op. Ah, heel groot. Wat ga je nu doen? Nou, 1 kipcorn is de... Ja? Nee.
Nee. Als jij 5 van die cubecoins eet, ja, in een menu. 20 euro, maar gek. Ja, maar 5 cubecoins. Ja, nee, en lekker en 20 euro. Nee, ik hoef geen 20 euro. 4 cubecoins in een menu. Nee, ik wil al meer geld. Ja, je mag het zelf oplossen. 40 euro. 3, 2, 1, go! Mami, hey. Hem op! 10 seconden voorbij. Oh, godverdomme. 20 seconden voorbij. Oh nee. Oh. 40 seconden voorbij. Wat heb je in je bek zitten? Hm? Flikker op, je vierde al? Niet je laatste. Ja. Hou op, oh mijn god. Jij eet gewoon zo'n poefie. Ja, jongen, je hebt wel 10 seconden, ik zal zien als ik jou was. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, net op tijd! Boom, lekker! Goed gedaan, jongen. Ja, jongen. Nou, deze hou ik wel echt, hè. Ja, ik wil terug. Nee. Hou lekker, jongen. Neem je hou lekker bij, jongen. Kutzooi! Mensen, inmiddels is het 5 uur en kijk wat ik hier zie liggen. Oeh, lekker stroopwafeltje! Die gaan we even lekker oppeuzelen en daarna is het denk ik tijd voor het avondeten. Yes! Uiteraard hebben we eten besteld. Lekker man, lekker sushi! Sushi! Dit eet ik dagelijks. Dit is echt de allerlekkerste sushi. Zitten weer de slimste mensen kijken. Jij wil meedoen, hè? Nee, ik wil gewoon informatie vergaren. Mensen, slimste mensen jullie kijken, laat Mattie meedoen. Ik vind die heel lekker. Ja, ik vind alles lekker. Ja, maar je moet een beetje, want het gaat erom wat we eten vandaag. Ja, ik vind alles lekker. Jij ook? Ja, poep. Poep. Ja, maar ik bedoel, voor die online versie. Oh, dat weet ik niet. Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Je weet het niet. Ik glijd er lekker in, moet ik zeggen. Ik heb vandaag nog geen groenten gegeten. Mensen, ik heb een goede tip. Ik heb net sushi gegeten, maar hier ben ik helemaal niet aan toegekomen. Dat was te veel. Wat je dan doet, je legt het in de koelkast en dan... Ja. Dan laat je het dusdanig lang liggen dat het over 3 dagen niet lekker meer is. En dan jank je het alsnog weg. Maar dan heb je in ieder geval wel de mogelijkheid gehad om het op te eten. Nou, ik zit echt helemaal vol, dus ik kan me niet voorstellen. Zijn die eten die aardbeien gehaald? Ja, lekker. Lekker. Ja, die hebben we op camera. Ja. Jongen, waarom doe je dit nou? Een pilsje met oranje zomer. Dat is jongen, echt... jongen. Laat me gewoon lekker mijn pilsje drinken, man. Wat een gezeik, man. En trouwens? Laat me dan gaan flikken. Dames en heren, ik heb zo mijn tanden gepoetst. Ik ben aan het afsluiten. Het is bijna 12 uur. En denk je, Koen, de dag is voorbij. Nee. Na het tandenpoetsen, en dit is iets wat ik elke dag doe. En echt lekker. Ik meen serieus, dit moet je echt doen. Want hierdoor voel je je gewoon zo lekker de dag naast je wakker wordt. Ja. Misschien hebben jullie onthouden. Het hamburgertje. Ja. Gaan we dat lekkere smikkelding even openmaken. Even lekker verwennen zeg. Hij is wel een beetje koud. Dat is dan jammer. Oh, lekker. Agurk. Mensen, dit eet ik op een dag. Begon met 2 lekkere boterhammen. Daarna een hapje schuddebuikjes. Toen een McCroket. Daarna een lekker bittergarnituurtje. Dan heb ik mijn lampbuik niet aan. Na mijn bittergarnituurtje, lekkere zoezi. En nu een toch wel vrij koude hamburger. Ook die gaan erin. Mensen, hopelijk hebben jullie iets van opgestoken en geleerd. Doe dit vooral thuis na. Echt, dan blijf je echt lang leven. Nu bedankt voor het kijken naar de video. Vond je het leuk? Zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Maar eerst ga ik natuurlijk nog even die hamburger opeten. Lekker hamburger, man. Doei. Zo, ik draai. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen. Kijk eens hoe ik draai. Mijn leven net een film. Mijn leven net een film. Ik heb geen time. Ook al kan ik chillen. Altijd kan ik chillen.